Hey, verzamelaars, collectors, liefhebbers, geeks, freaks, levensgenieters en alles ertussenin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Retro Frank, de collectorsbaard. In dit filmpje krijg je het tweede deel van het tweeluik. Vorig filmpje is deze namelijk al aangekondigd. We hebben namelijk een hele gave Transformers Collaborative met Jurassic Park. We zijn begonnen in het vorige filmpje met, jawel, de Decepticon, de Lafalcon. De Lafalsaurus uiteraard. Nou ja, als jullie Jurassic Park een beetje kennen, dan weet je namelijk nog de legendarische scène dat Dennis Nedry tegenover de Lafalsaurus stond. En een hele lading, spuug, slijm in zijn bakkes kreeg. En hij heeft het uiteraard niet overleefd. Misschien dat ik spoilers geef, maar het is een film van 30 jaar oud. Nou, kom op. Die spoilers mag je nu inmiddels al wel een beetje verwachten, toch? Goed. We gaan het niet over de film hebben, we gaan het namelijk over de tweede Transformer van deze Duo Pack hebben. Vorige keer hebben we het over de Lafalcon gehad, nu gaan we op GP-12 in. GP-12 is dus zoals eerder aangegeven gebaseerd op Dennis Nedry. Wat vind ik daarvan? Nou, ik denk dat je het filmpje even af moet wachten om te kijken wat ik daarvan vind. In eerste instantie zit er een beetje gemixt in. Want Dennis Nedry vind ik nu niet meteen een good guy. Het is gewoon geen good guy. Dankzij hem is de Tyrannosaurus is ontsnapt. Dankzij hem zijn er gewoon mensen gestorven. Dus een good guy? Nee, absoluut niet. Dus dat ze gekozen hebben om hem als Autobot neer te zetten. Beetje dubieus. Maar goed, ga ik zo meteen wel verder over mopperen, miepen, zeuren. Who knows? En wie weet denk ik van, oh, maar ik snap hem, wat gaaf. Maar dan krijgen jullie pas te zien als jullie verder kijken. Dus kijk het filmpje verder voor meer informatie over deze hele gave, hoe dan ook, gave Transformer. En uiteraard een comparison tussen de twee Transformers uit de Duo Pack. GP12. Een Jeep, zoals je dus al kan zien. En wat voor een Jeep? De Jeep natuurlijk waarmee Dennis Nedry gevlucht is om zijn embryo's te verkopen. Hint, hint. Nee, maar in car mode ziet deze er gewoon heel erg gaaf uit. Je ziet hier het logo van Jurassic Park heel goed opgewerkt. Nou ja, nummer 12 erop. Hier zie je aardig wat details. Lampen zien er goed uit. Hier heb je ook... Moet ik wel even laten zien. Lampen zien er goed uit. De lier waarmee hij zichzelf weet te bevrijden. En ja, dit vind ik persoonlijk een hele gave touch. Even de focus krijgen. De nummerplaat ziet er gewoon echt heel goed uit. Dus voor een Transformer van dit formaat heel netjes. Maar dat is nog niet alles. Kijk namelijk eens eventjes in de ramen. Even kijken of we het een beetje goed bij kunnen krijgen. Ja. Je ziet het stuur zitten, je ziet de stoelen op de achterbank zitten. Er zit enorm veel detail in deze auto en deze Jeep. Dus dat is echt gewoon heel goed gedaan. Het enige wat misschien mis zijn de lampen hier, maar goed, je kan niet alles hebben. Het is geen goedkoop bedrag deze Transformer, maar goed, daar hebben we het niet over. Hij ziet er gewoon heel strak uit. Het is een hele nette Transformer met hele goede paint. Hier ook weer de nummerplaat die er gewoon super strak uitziet. Hier is echt aandacht aan besteed hoor. Zeker weten. Wat een gave vehicle mode is dit. Maar daar zijn we nog niet mee natuurlijk. Want er is ook nog een robot mode. En die willen we ook zien. Dus let's transform this puppy. En kijken hoe die robot mode eruit ziet. Nou, als we hem niet herkennen als Dennis Nedry, dan weet ik het niet meer. Ja, ik vind dit stiekem leuker dan ik had verwacht. Hij heeft een hard hat zoals je ziet. En even kijken of we mooi kunnen laten zien. Focus. Kom. Kijk. Zelfs off the hard hat heb je gewoon goed het Jurassic Park logo staan. Nou, het is denk ik een beetje het concept van het regenpak wat hij aan had tijdens zijn laatste confrontatie met de Dilophosaurus.
als robot mode ziet hij er een beetje bulky uit, maar dat past ook wel. Dennis Nedry is natuurlijk een vrij corpulente man, een vrij stevige man. Dus dat hij bulky eruit ziet met de wielen er rondomheen om een beetje buikeffect aan te geven, vind ik op zich helemaal niet gek. Hij is overigens enorm bewegelijk. Als je het hebt over possibility, deze heeft echt possibility. Ja, hij ziet er gewoon ook erg strak uit. Ik vind hem in robotvorm mooier zelfs nog dan in de vehicle mode. Terwijl de vehicle mode gewoon heel goed is. Het past ook gewoon wat je hier ziet. De deuren als assortiment van vleugels. Alles klikt ook goed erin. Ook deze is weer zeer intuïtief. Ja, je kan de instructies erbij pakken, maar je hebt het niet nodig. Nou ja, je ziet het al, de Lier wordt de gun. Hij heeft een hardhat die je helaas nergens kan verstoppen. Maar goed, dat je erbij zit, vind ik wel heel gaaf. En deze zag je uiteraard onderop de Jeep al zitten. Dit is de bescheerschuim die hij dus meeneemt. Kijk, met een Autobot symbool erop. Dit is de bescheerschuim waarin hij de embryo steelt. En jawel, daar heeft hij die embryo's. Dus wat dat betreft, echt leuke kleine details wat hier in zitten om het gewoon helemaal compleet te maken. Ja, ik vond de vorige Jurassic Park Collaborative vond ik al gaaf, maar deze vind ik denk ik net zo gaaf, misschien nog wel gaver. Ik was eerlijk gezegd best wel sceptisch over de figure toen ik hem zag op de foto's, maar ik vind hem toch leuker dan verwacht. Desondanks, het is Dennis Nedry. Het is, ja, het klopt niet, want het is geen good guy. Dus dat ze hier een Autobot van gemaakt hebben, vind ik heel bizar. Ik snap dat ze de humans misschien als Autobots neer hebben willen zetten, maar in deze vind ik het gewoon niet passend. Want hij is gewoon een bad guy. Hij heeft voor soort alles gewoon misging in Jurassic Park. Dus waarom hem als Autobot neerzetten? I don't know. Had het omgedraaid, wat mij betreft. Maar hier hebben we het setje compleet. Inclusief de Lovercon. Nou, je ziet dat ze mooi op formaat zijn. Als je deze namelijk in zijn animal form hebt, zijn beast mode, ja, dan is hij iets te groot ten opzichte van de Jeep. Maar maakt niet uit, om eerlijk te zijn. Het past wel, want wat mij betreft gaat het erom hoe ze als bots erbij staan. En daarin, ja, ziet het er gewoon heel gaaf uit. Je kan een hele mooie strijd tussen deze twee kun je weergeven eventueel. Ze gaan een mooi plekje krijgen bij de rest van de Collaborative. Ik ben hier wel over te spreken. Dus 2 jaar geleden dat de eerste Jurassic Park Collaborative uitgekomen is. En dit is ten ere van de 30-jarig bestaan. Ja, ik vind dat ze wat moois gedaan hebben hoor. Wat zouden ze nog meer kunnen doen? Weet je, Alan Grant had je met de vorige al. Je zal natuurlijk nog, god, hoe heet ze nou? Ja, de dame in de film. Ik ben haar naam even kwijt. Of je zou slecht voorbereid. Er zijn nog wel wat characters die je inderdaad weer zou kunnen geven in de Collaborative. Met een nieuwe Jurassic Park crossover. Er zijn wat mij betreft mogelijkheden genoeg. Ik vind het leuk wat ze hier gedaan hebben. Desondanks, ja, Dennis Nedry had voor mij niet gehoeven als Autobot. Maar hij ziet er wel gaaf uit. Transformer aan zich ook wederom een unieke mold. Doet misschien een beetje aan Hound denken, maar niets is minder waar. Gaaf. Ik vind het een hele mooie set. Ik ben hier uiteraard erg over te spreken. Mooi bij de collectie. En er zijn alweer meer Transformers Collaboratives aangekondigd. Dus er gaan er in 2023 nog 1 of 2 bij komen. Dus who knows. En hopelijk is het een succes, blijft het een succes. Want dit vind ik stiekem gewoon heel gaaf, dit soort crossovers. Nou, ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Laat een comment achter wat jullie hier vinden. Laat ook een comment achter wat jullie bijvoorbeeld van deze vinden ten opzichte van misschien de eerste Transformers Jurassic Park Collaborative. Wat vinden jullie ervan dat hij als Autobot weergegeven is? Ik vind het jammer, maar misschien hebben jullie een goede reden. Dat jullie zeggen van, joh Frank, je begrijpt het niet zo goed. Want uiteraard moet een Autobot zijn. Laat het in de comments achter. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en tot de volgende. Thanks for watching. Till next time.